Carnaval is weer voorbij, dus is iedereen aan het vasten, toch? Ik ben aan het vasten. Okay. Ik heb in plaats van 3 wijntjes genomen. Met nog 1,5 week tot de verkiezingen gaan we vandaag de straat op met 3 stellingen. Wat vindt Nijmegen bijvoorbeeld van het idee om het centrum van de stad autovrij te maken? Dat zou ik prima vinden. Ja hoor. Welkom bij aflevering 42 van Wat zegt het volk? Here we go! Here we go! Op 15 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen weer plaats en dat zal je eigenlijk vast niet ontgaan zijn. In de aanloop hiernaartoe leggen we de Nijmegenaren vandaag 3 stellingen voor. Met de vraag of men hier het mee eens of oneens is. En de eerste stelling luidt, het eigen risico op de zorg moet worden afgeschaft. Ook als daardoor de premies zullen gaan stijgen. Ik zou het goed vinden en ik vind ook dat gewoon de gezondheidszorg in zijn algemeenheid moet gewoon goed zijn. Nou, ik werk zelf in de zorg, dus dat vind ik wel een interessante. Ik denk dat er wel een probleem is met het eigen risico, dat mensen toch wel uitstellen om naar een dokter te gaan als ze klachten hebben. En zeker mensen die het sociaal wat moeilijker hebben, dat is toch een risicogroep. Dus ik denk dat het wel beter zou zijn als het eigen risico weer wordt afgeschaft. Het moet sowieso anders. Hoe zou het dan anders moeten? De zorg anders. Minder, de privatisering heeft meer fout dan goed gedaan. Ja, ja, zeker weten. Moet allemaal beter verdeeld worden. Ja, nou, oké, daar is iedereen het wel over eens, denk ik. Mm-hmm. Maar moet nou die premie zeg maar worden afgeschaft? Het eigen risico? Ja, mag van mij terug. Ik ben er niet... Terug naar nul? Terug, ja. Ja. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja? Waarom? Ligt het toe? Nou, zeker in de ouderenzorg, daar valt nog een hele hoop te doen, duidelijk zo. Ja. En vrouwen, mensen met een klein AOW'tje, die trekken dat gewoon niet. Dan is je eigen risico is dat te hoog? Ja, veel te hoog. Ja, ik vind dat eigen risico moet worden afgeschaft. €385 is wel heel veel, vind ik. En dan zal de premie niet stijgen met €385. Dus dan kies ik voor het afschaffen daarvan, omdat ik dan minder ga stijgen dan dat ik normaal moet bijdragen in een jaar. Hoeveel zal die gaan stijgen dan misschien, denkt u? Nou, ik hoop tussen de 10 en de €25, hoop ik. Het eigen risico op de zorg moet worden afgeschaft, ook al zullen de premies misschien stijgen. Helemaal mee eens. Er zijn te veel mensen die gewoon de eigen bijdrage gewoon als last ervaren. En daardoor geen medicatie halen of niet naar de huis, of niet naar de huisarts, maar niet naar allerlei andere voorzieningen gaan. En ik vind dat gewoon een heel slechte zaak. Moeilijk. Ja, waarom is het moeilijk? Ja, weet je, de zorg wordt toch duurder. Dus ja. Voor welke kant dan, hè? Ja. Ik ben de afgelopen jaar was ik heel erg gezond. Maar er zijn ook mensen die niet gezond zijn. Dus ja. Heeft het eigen risico niet nodig gehad? Nee, dus ja. Maar ja, als je in het grotere geheel kijkt, dan... Het is wel lastig als mensen niet naar de zorg gaan omdat ze een eigen risico moeten betalen. Maar dat gebeurt heel veel. Vooral de ouderen, die hebben geen centjes en die kunnen dus de medicijnen niet betalen. Ja. Dus dat is wel gevaarlijk. Ja. Dus u bent dan wel bereid om misschien te zeggen, dan betaal ik €20 in de maand meer? Ja, kijk, ja. Ja. En de tweede stelling gaat over onze eigen stad. Wat zou men ervan vinden als er geen auto's meer in het centrum zouden mogen rijden? Nou, de stelling luidt, het centrum van Nijmegen moet geheel autovrij worden. Daar ben ik wel voor. Ja? Ja. Waarom, zo duidelijk? Ik vind dat er af en toe die auto's, dat is gewoon wel lastig. En ik vind hetzelfde als met die fietsen, een heleboel plekken. Dat mag voor mij ook wel minder. Ja? Voor mij niet verder dan nu. Het is al behoorlijk autovrij en... Ik zou in Nijmegen wel weer wat meer plekken willen hebben om de fiets kwijt te kunnen. Ah, kijk, ja. Dat is een andere uiterste. Want daar is te weinig voorzieningen voor de fiets. Ja, die zijn rondom wel weer wat gemaakt. Maar ik vind het ook wel eens handig om gewoon zo'n straat in te kunnen fietsen. Hoor. En dat kan dus niet meer. Hè? Je mag je fiets nergens meer neerzetten. Ja, ben ik het mee eens. Ja? Waarom? Zo duidelijk? Ik vind dat voetgangers moeten wat meer ruimte krijgen om gewoon op gemak de boodschappen te doen en te winkelen. Het centrum van Nijmegen moet geheel autovrij worden. Oh, dat zou ik wel prima vinden. Ja? Ja. Waarom vindt u dat fijn? Ja, dan hoef je niet meer zo op te letten. Hè? Ja, dat is een heel duidelijk antwoord. Nou,
ik ben niet woonachtig in Nijmegen. Maar een centrum als dit, regionale stad, mag voor mij wel autovrij. Oh, dat zou ik prima vinden. Ja hoor, ja, ik kom nooit met de auto naar het centrum. Maar voor mensen die slechte been zijn, is dat natuurlijk toch wel ook een beetje lastig. Dus daar zou dan een oplossing voor gevonden worden. Heb je taxis voor misschien? Ja. Of de bus? Ja, precies. Dus dan moet je daar wel wat voor vinden dat mensen die het nodig hebben toch wel erin kunnen komen. Mooi, helemaal niet eens. Dat wil ik graag. Ik heb geen auto, ja, dus. En ook fietsvrij. In wandelgebieden en zo veel beter gekeken wordt op doorrijdende de fietsers, en dat is echt heel irritant. En dat er de handhavers de broerstraat in de gaten houden tijdens de winkeltijden. Er wordt zoveel gefietst en daar irriteer ik me kapot aan. Stoort u zich echt aan? Ja, dat stoort mij aan, ja. En ze rijden wel voor auto's, maar voor fietsers, dan mogen ze ook in de broerstraat moeten ze in de gaten houden. En dat vind ik echt... En het onduidelijke fietsbeleid bij de Plein 44. Kom je uit de Ziekenstraat, daar mag je dan nog fietsen. En je wilt dan verder rechtdoor richting Doddendaal. Ja, ik bedoel, iedereen fietst wel door, maar... Dat mag niet daar. Dat weet ik niet, het is onduidelijk. En tot slot leggen we de Nijmegenaren een keuze voor. Als men moet kiezen tussen meer geld naar kunst en cultuur of meer geld naar de groenvoorzieningen, waar gaat jullie voorkeur dan naar uit? Kunst en cultuur. Ja, waarom zo duidelijk? Omdat het schoonheid moet de wereld redden en anders gaat het naar knoppen. Het is kunst en cultuur zonder meer. Ja. Dat vind ik een lastige. Want dat vind ik allebei wel belangrijk. Maar dan zou ik toch voor kunst en cultuur kiezen. Ja. Waar gaat er weinig naartoe? Ik heb wel gehoord dat bijvoorbeeld het Valkhof het erg zwaar heeft. Dus daar zou wel wat meer bij kunnen. En daar is de laatste tijd natuurlijk is wel veel gesneden in kunst en cultuur. Kunst en cultuur en groenvoorziening blijft ook van belang. Dus eigenlijk allebei stiekem een beetje. Eigenlijk allebei moeten ze bovenaan de lijst. Naar de groene voorzieningen. Waarom zo duidelijk? Ja, dan maak je de hele stad mooier, hè? Is die nu saai? Ik vind het weinig groen. Ja. Dat is een moeilijke. Ja? Waarom zo moeilijk? Nou, het ligt er net aan waar je voor voelt. Ik zou zeggen meer een groenvoorziening. Omdat iedereen kan genieten van de buitengebieden en dat soort dingen. En cultuur is meer specifiek voor mensen die er echt van houden. Die gaan meer naar cultuur toe. Dus wil je de grote publiek bedienen, dan zou je meer een groenvoorziening moeten doen. Kunst en cultuur. Ja? Ja. Ligt dus toe? Omdat ik dat belangrijk vind. Ja. Belangrijker als de groene voorziening? Die is er toch wel. Ja? Ja. Oeh, die vind ik lastig. Wat vind jij? Groene voorziening. Groene voorziening. Is er zo weinig groen hier in Nijmegen? Nou, het gaat wel steeds meer weg. Het onderhoud is niet, wordt niet echt veel aan gedaan, vind ik, bij het groen. Sommige van dan wordt er een keer iets neergezet en daarna dan is het maar klaar of zo. En kunst en cultuur is er voldoende? Ja, dat is natuurlijk best veel. Als het voldoende is, weet ik niet. Ik denk dat er altijd wel voor iets iemand zal zijn die zegt van ja, ik wil nog meer. Op dat stukje is er niks. We hebben er minder dus mee. Als je er meer mee hebt, zul je ook sneller zeggen van ik wil daar wel wat meer in. Ja, een heleboel dingen is er best veel. Gewoon als je kijkt naar de verschillende filmhuizen en naar Lindenberg met heel veel verschillende dingen. De Honig. En, ja, er is best veel. Deel je mening over het nieuws ook op Facebook via facebook.com/altijdn1 en op Twitter via @altijdn1. Carnaval is weer voorbij en de kostuums zijn opgeborgen, de pakjes zijn in de kast gehangen en nu begint er juist een tijd van soberheid, de vaste periode. Hoeveel Nijmegenaren doen hier eigenlijk aan mee en waarom? Hallo dames, ik vraag me af of jullie gaan vasten. Want het is als woensdag geweest en dat is een periode van somberheid die zich indoet. Nee, heel duidelijk. Wat weet je erover? Dat doen ze toch, hè, met de carnaval? Na de carnaval. Volgens mij vooral voor de moslims, maar het is ook in de christelijke geloof. Dus volgens mij ook wel iets mee. Ja, precies. Uit verschillende geloven. Jodendom, christendom, uit islam hebben ze inderdaad allemaal vaste periodes. Yeah. Maar het is ook een gezondheidstrend geworden. Niet drinken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Doe je daar aan mee? Nee. Oké, dat is ook heel duidelijk. Waarom niet? Zou je dat iets vinden überhaupt? 40 dagen of 30 dagen mag je kiezen, niet drinken. Waarom zou je? Om bewust te worden van je drinkgedrag. Ja, maar ik hou me redelijk goed rekening met mijn drinkgedrag. Is het echt? Ja. Echt? Ja, ik... Ja? Waarom zou ik liegen? Het is als woensdag geweest. Weet je wat dat betekent? Dan ben ik even kwijt. Dat is vaak de periode dat vasten gaat beginnen. Oké. Doet u daaraan? Nee.
denkt u? Waar gaat het over? Zeg het eens even. Ja, als wij... woensdag, dus wat denkt u? Over as. Woensdag. Woensdag. Vastdag. Oh, dat zeg jij. Beginnen. Vaste. Zullen we het samen doen? Als ja, samen. De vaste, de vaste. Dat vind ik een mooi onderwerp. De vaste. Precies, de vaste. Vaste. Wij zijn allebei katholiek opgevoed. Nou, dat is, dan heb ik de perfecte persoon aangesproken hiervoor. Okay. Dus vast u? Vast wel. Maar eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik persoonlijk net twee oude jenevertjes daar binnen gegoten heb. Zeggen, want en dat kan toch uit de kroeg komen. U ruikt het misschien wel. Dat is geen vaste direct, hè? Nee, dat denk ik niet. Maar er zijn heel veel verschillende varianten. Ben jij aan het vasten? Ik ben nu aan het vasten. Okay. Ik heb in plaats van 3 wijntjes genomen. Ik zou het wel kunnen, maar ik weet niet of ik daar echt zin in heb om dat te doen. Ik ken wel iemand die stopt met suiker eten voor een hele tijd. Ja. Oh, dat hoort daar dus ook bij dan eigenlijk. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, op zich wel een goed initiatief, ja. Ik zie zelf wel de trend, ik doe er zelf niet zo aan mee, van het zogenaamde nieuwe vasten. Het heeft te maken met de trend van bezig zijn met je leefstijl. En als je goed bezig bent met je leefstijl, dan ben je of te dik, of dan eet je te slecht, of je drinkt te veel, of je rookt te veel, et cetera. Er deugt heel veel niet. Ja. En dan is het zaak om heel veel vastes per jaar te hebben. Heel goed erbij stil te staan, wat je moet veranderen. Hè? In ieder geval hardlopen en die yoga erin houden. En niet die yoga, maar liever die yoga. Want dan voel je je toch weer fitter bij. En dat nieuwe vaste, ik zie wel dat dat voor veel mensen noodzaak is. Maar ik vind het een beetje een rare trend. Ik hoop dat het een keer overgaat. Dat mensen vanzelf weer een beetje gewoon gaan leven. Maar misschien is het toch juist een mooie gelegenheid om het weer op te pakken. Dat mensen inderdaad steun vinden. U zegt van, nou, ik denk aan mijn ouders dan misschien weer. En nu, als meer mensen het doen, is het natuurlijk makkelijk om vol te houden. Ja, ik ben wel van plan om iets minder alcohol te drinken de komende week. Maar ik werk wel in de horeca, dus ik drink... Dat is dan tricky. Ja, precies. Ja, mijn moeder is vast wel nu. Maar ik kan dat echt niet. Echt? Ja, mijn moeder is daarmee begonnen. Welke manier doet zij? Zij gaat echt de hele dag niks eten. Alleen 's ochtends gewoon yoghurt. En dan 's avonds avondeten als het enige. De varianten. Je hoeft natuurlijk niet meteen full on hardcore erin te gaan. Je kan ook gewoon zeggen, ik laat het snoepen of het koeken even een maandje staan. Ja, daar lijkt wel wat langer staan. Maar de alcohol, dat gaat niet gebeuren. Hè? Misschien geen alcohol. Dus ook nu een trend weer dat het gaat beginnen. Ik pas. Doet hij sowieso niet. Sowieso niet? Nee, bijna nooit. Ja, nee. Ik ga te veel uit daarvoor. Dus ja. En als je een keer geen drankje neemt? Dat zou goed voor je zijn. Nee, hahaha. Nee, uitgaan zonder alcohol, dat vind ik niks. Dus. Maar dan moet je ook niet uitgaan. Have you celebrated carnival? Yes, I was in Maastricht. That's a great place to celebrate. Yeah, you know, it was amazing. It was my first time in Netherlands. Wow. So, you're gonna come back for that or you're living here? Yes. No, I'm just traveling. I'm just visiting the city and I will go back in Romania on Sunday. Misschien kan je vertellen, katholiek opgevoed, hoe ging dat vroeger, het vasten? Dat weet ik. Al moet ik het vertellen. Nou, graag als het kan, hè? Dat gaat als volgt. Je had een vaste trommeltje. Een trommeltje. De koekjes, bonbonnetjes, die werden, wat je normaal in die 40 dagen verzamelde, opat, dat kwam nu in een trommeltje. Een trommeltje. En dat trommeltje, dat heet het vaste trommeltje. En dat vaste trommeltje, dat ging open op Pasen. De paashaas. Kent u die? De paashaas. Maar wat brengt die mee? Eitjes. Dat kan toch niet? Een haas. Een haas met eitjes, ja. Ah, weet je, zaken. Maar terug naar het trommeltje. Trommeltje, ja. Nou, die eitjes, die komen uit dat trommeltje. Dat waren chocolade eitjes, dat waren dus bonbonnetjes. Die zaten in dat trommeltje. En dat trommeltje ging open. En dan kwamen de paaseitjes voor de dag. Het paashaas brengt de eitjes. I believe in divinity and fasting and all of these religion things. So how does it then work for you when you're here? Because it's difficult if you're traveling, I guess, right? See, it's very difficult because you guys don't really have fasting food. But I'm trying to eat only vegetables. So during the day or also in the evening? No, just during the day. Just during the 3 days of the weekend. Monday, Friday and Wednesday. And then until Easter. Yes, until Easter. It's celebrate. what do you do if it stops? Like the fasting period is over, it's Easter. I'm getting drugs and having sex. I think that's the best answer. And let's stop the interview here. It can't get any better than that. Thank you so much. Have a very nice day. Bye. Bye.
altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. Tot zover deze aflevering van Wat zegt het volk. Blijf iedere dag op de hoogte van het nieuws uit de regio via de website n1.nl, de Facebookpagina en natuurlijk de Facebookpagina van Bezoek Nijmegen. Tot volgende week.